Welkom bij Landert in Beeld. De huiskamer van Zeeland. Zo wordt dorpshuis de Garf genoemd door de voorzitter van Stichting Dorpshuizen Landert. De gemeenschapshuis bestond 12,5 jaar en dit werd feestelijk gevierd met onder meer een optreden van rolstoeldansers. Beste dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Het gemeenschapshuis de Garf bestaat 12,5 jaar. Dit wordt nu gevierd tijdens de Zeelandse straatfeesten. En mede door de goede samenwerking met de horeca, Zeeland is dit mogelijk gemaakt. We hebben hier een groot podium, en een tent en diverse kraampjes op het plein. Er zal door de diverse gebruikers van de Garf een gezellige middag worden aangeboden. De quickie-dansers zullen straks het spits afbijten. Dit is een enthousiaste groep rolstoeldansers die elke donderdagavond traint in de Garf. Marja Wijnlands is met Marendans aanwezig. Dit is een dans- en danstherapie voor kinderen en zij is al jarenlang actief in Zeeland. Het programma ziet er als volgt uit. We beginnen straks met de quickie-dansers, gevolgd door Decibel, dan Lorelei, dan de Marendans. Een aantal kramen is hier op het plein gesitueerd en daar kun je vinden de vogelvereniging Kleur en Zang. Door middel van hun informatiestand met diverse fotocollages wil de vereniging hun geweldige hobby, het houden van vogels, onder uw aandacht brengen. Verder aanwezig EGA, de eerste Goudse afvalclub. Ook aanwezig de kruisboogvereniging Fortuna uit de Zeeland. Ze hebben daar een echte schietbaan ingericht waar iedereen een stond kan wagen. Verder is er nog een informatiekamer van de MOV, de Missie Ontwikkeling en Vrede. En het totaal moet een fijne middag worden. We wensen alle bezoekers, artiesten, kamerhouders en medewerkers een fantastische middag toe. En heeft u belangstelling voor één of meer hier gepresenteerde activiteiten, ga eens een praatje maken. Men zal u zeker enthousiast informeren. Veel plezier.